Ik ben eigenlijk ook wel in voor een echte metamorfose, want ik heb eigenlijk mijn haar lang laten groeien voor mijn huwelijk. Oh. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd of een paardenstaart of een clip. En het zit eigenlijk altijd vast en nooit los. En het leek me gewoon heel leuk om een toch iets pittiger kapsel te hebben. Oké, dus in eerste instantie moeten we kijken van waar word je mooier van. Kijk, je haar naar achteren ga ik je verbieden vanaf nu. Nou, daar ben ik heel blij van. Ja, oké, maar je moet je het nog wel doen, ja. Hè? Ja. Want dat maakt je niet mooier. Waarom het leuk was toen jij ging trouwen, omdat het ook wat voller hier was. En er gebeurde wat meer. Je make-up was helemaal goed aangezet. Maar we moeten vanuit een soort blanco uitgangspunt gaan en dan is dit wat we hebben. Nou, het is te lang, het is niet, het doet niet zoveel voor jou, het is ook aan de voorkant veel te lang. Dus de lengtes die eraf gaan zullen ongeveer deze lengtes zijn hier, maar je lok wordt echt een stuk korter, dus die gaat ongeveer hier vallen. Nicole, jouw man gaat altijd met je mee shoppen, wat gezellig en leuk. Maar hij kiest ook altijd de sets voor je uit, omdat je zelf moeite hebt met combineren. En jij gaf ook vanmorgen aan dat je wat kortere benen hebt en je wilde daar graag wat tips over hebben. Ik heb vandaag een kokerrok voor jou uitgekozen. En ik zou altijd kiezen voor een iets wijdere bovenkant, omdat dit natuurlijk al strak is. Zorg dan wel dat je de bovenkant altijd aan één kantje erin stopt, zodat je eigenlijk optisch je been meer lengte geeft. Dus eigenlijk alsof je been hier pas ophoudt. Wie wil dat nou niet? En daarbij heb ik ook een combinatie gemaakt van materialen. De kokerrok is een nekleren materiaal met een breisel, wat ook net weer wat meer spanning geeft in je hele outfit. Nou, Nicole, je haar is mooi los. Geen strakke speld meer in je haar. En het is prachtig. Je kleur is heel erg mooi. En ik ben heel benieuwd wat jij van jezelf vindt. Ja, ik ook. Ja? Ja. Zullen we maar kijken? Ja. Klaar voor? Ja, ik doe eerst om dicht. Oh, gaaf. Oh. Mooi. Oh, veel mooier dan die staat en de clip. Prachtig toch? En je hebt hartstikke lekker haar. Ik heb er echt niet zo heel veel. En heel vrouwelijk. Heel vrouwelijk, ja. Hè? Ja. En die lippenstift is. Gebruik je wel eens. Nooit? Nee. Nee. Dat staat heel goed. Je hebt een prachtige mond om dat te doen. Goh. En je ogen springen er ook veel meer uit, hè, dan? Ja. Oh, echt mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Ja. Heerlijk los. Ja, de rest mag allemaal aan haarclips de prullenbak in.